Oh, jij gaat gewoon eerst van huis naar je plek weten te liggen en dan laat je het in en dan rij je in. Oké. Okay. Maar heb je ook, dat is ook gewoon echt buiten de bewoonde wereld, zeg maar. Ja, het liefst wel natuurlijk. Maar ja, soms is het even niet anders. Nee, nee. Dan staat het gewoon in een woonwijk in de schoentje. Zolang geen vuurwerk komt, er niks aan de hand. 1.1 knalvuurwerk is zo gevaarlijk dat niet alleen het afsteken, maar ook de opslag ervan streng verboden is in Nederland. Als er grote hoeveelheden in een woonwijk liggen opgeslagen en er komt vuur bij, zijn de gevolgen, net als in Enschede, niet te overzien. Om het effect van deze kleine bommen die de handelaar aanbiedt te laten zien, gaan we ook deze testen. Ah, dit is een 3-inch salutshell. En die gaat in een kastje, geloof ik, hè? Ja, zoals er is gezegd, in de nieuwbouw wordt ook van alles opgeslagen. Het ligt soms onder het bed, in de kast en of waar het ook. Maar we kunnen bedenken, het wordt overal neergezet. Dus ja, we hebben al verschillende dingen laten zien. Dus deze in een kast. En dan kunnen de kracht daar ook van zien wat er dan gaat gebeuren. 3, 2, 1. Dit is echt een slagveld. Op een moskee in een grote cirkel is overal de brokstukken liggen. Dus ja, dit is één stuk. Het is zoals gezegd massa-explosief. Met meerdere in één keer. In de nieuwbouw, in de woningen. Het laat zich raden, maar je kunt zo, het is zichtbaar. Er blijft niets meer van over. Nee. Alles is weg. Ja. En dit wordt door veel mensen onderkend. Klein bommetje, kan geen kwaad, valt wel mee. Je ziet het. De risico's zijn dus enorm. Maar als de handelaar dit allemaal riskeert, moet de beloning voor deze illegale en gevaarlijke handel wel heel groot zijn. Als ik overweeg om het fulltime te gaan doen, dan verdien ik meer dan mijn huidige baan. Zeg maar. Maar ja, je loopt een stuk meer risico natuurlijk. Het is nooit veilig natuurlijk. Je moet voor 1.1, dat mag niet eens in Nederland opgeslagen worden. Deze handelaar wil ons graag als klant behouden. Zeker als we laten doorschemeren zelf ook in deze criminele branche aan het werk te willen. Des te groter je afneemt, des te meer korting kan je fixen. Maar dan gaat het meteen per karton. Karton kost wel €300 of zo. En ja, dan is 1 karton dus niet de moeite. Dus dan wordt het al 5 of 10 karton. Dus je moet een behoorlijk bak geld hebben om dat in te kunnen kopen eerst. Maar we hebben wat smeren. Ja, is goed. Bedankt. Aan deze handelaar biedt heel veel aan. Hij levert ons het een en ander, maar heeft het opgeslagen in Nederland. Opslaan in Nederland is sowieso niet toegestaan. Als het afgaat in een rijtjeswoning, is één grote ravage, ramen eruit, deuren eruit, gevels ontzet. Wat jullie krijgen aangeboden is ook nog maar een fractie van zijn voorraad. Dus waar zit zijn voorraad en hoeveel is dat dan wel niet? Dat kan ernstige gevolgen hebben. Nou, een deel van wat hij aanbiedt hebben jullie vastgebonden op die twee poppen, zodat we kunnen zien wat de knal zou zijn. De echte knal van wat hij wil gaan leveren zometeen is 100 keer harder. Wat gaan we zien? Eén grote ravage. Een slagveld. Echt niet te geloven. En met zo'n kleine portie van jullie kleine bestelling in onze beleving, dan is dat, ja, goed. Dus niet te geloven dat mensen hiermee bezig zijn. De feiten spreken voor zich. En het wordt tijd deze man te confronteren met zijn levensgevaarlijke handel. Hé, hey, jongen. Wat ben je doen? Hé! Hey. Hé! Hey. Dat ziet u zo. Tot zometeen. Welkom terug bij Undercover in Nederland. Voor de reclame zag u een deal met een groothandelaar in illegaal vuurwerk. Maar we hebben opnieuw een grote bestelling gedaan van zwaar verboden vuurwerk. Met dit keer als doel om hem te confronteren. We spreken opnieuw af op dezelfde verlaten parkeerplaats. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Mijn collega doet of hij alleen is en zal zogenaamd contant afrekenen
en het zwaar verboden vuurwerk overladen in zijn kofferbak. Ondertussen wacht ik uit het zicht achter de dijk. Een compleet verlaten parkeerterrein. Hier moet zometeen de deal plaatsvinden. Meer dan 1500 euro aan zwaar verboden vuurwerk hebben we bij hem besteld. En hij komt het zometeen met zijn compagnon brengen. Terwijl mijn collega wacht op de dealer, hou ik de parkeerplaats goed in de gaten. Een slagveld. Echt niet te geloven. En met zo'n kleine portie van jullie kleine bestelling in onze beleving, dan is dat, ja, goed. Het is niet te geloven dat mensen hiermee bezig zijn. De feiten spreken voor zich. En het wordt tijd deze man te confronteren met zijn levensgevaarlijke handel. Ja, hey jongen. Wat ben je doen? Hey! Hey! Dat ziet u zo. Tot zometeen. Welkom terug bij Undercover in Nederland. Voor de reclame zag u een deal met een groothandelaar in illegaal vuurwerk. Maar we hebben opnieuw een grote bestelling gedaan van zwaar verboden vuurwerk. Met dit keer als doel om hem te confronteren. We spreken opnieuw af op dezelfde verlaten parkeerplaats. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Mijn collega doet of hij alleen is en zal zogenaamd contant afrekenen en het zwaar verboden vuurwerk overladen in zijn kofferbak. Ondertussen wacht ik uit het zicht achter de dijk. Een compleet verlaten parkeerterrein. Hier moet zometeen de deal plaatsvinden. Meer dan 1500 euro aan zwaar verboden vuurwerk hebben we bij hem besteld. En hij komt het zometeen met zijn compagnon brengen. Terwijl mijn collega wacht op de dealer, hou ik de parkeerplaats goed in de gaten om te kijken of de man er al aankomt. Ik ken nog helemaal niemand. Ik kan vanaf hier precies zien of er wel of niet een auto aankomt en welke auto's. En ik heb hier ook de bestellijst wat zij allemaal aanbieden. Een immense lijst. Het gaat om tienduizenden euro's. Dat ligt ergens opgeslagen in Nederland. Zwaar verboden vuurwerk. Na Enschede. Hoe haal je het in je hoofd? Hij heeft 200 lawielenpijlen bij zich. 20 pakjes Atomic 6. Als dat in je hand ontploft, ben je hem kwijt. En 5 shells. Dat zijn bommen. Daarmee rijdt hij rond in zijn auto op weg naar mensen die het willen kopen bij hem. Een grote, gevaarlijke handelaar. En dan zie ik de auto van de vuurwerkhandelaar de parkeerplaats opdraaien. De deal kan beginnen. Man, man, man. Ik denk spits. Nou. 200 zinks. Ja. Is dat er achter? Komt zo meteen wel. 5 inch. 24. Ja. En die zak ook nog? Ik weet niet wat er... Ja, Atomic. De handelaren leveren inderdaad grote hoeveelheden illegaal vuurwerk. Ik besluit er naartoe te lopen. Nee, jongens, niet doen. Dat is niet handig. Hé, hey, dat is jammer. Ja, hé, hey, jongen. Wat ben je doen? Hé! Hey. Hé! Hey. Hé! Hey. Waarom luister? En weg zijn ze. Een vuurwerkdeal sluiten. Op een afgelegen parkeerplaats. Ze hebben geen idee wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Deze jongens slaan op de vlucht. En zullen de komende tijd achterna worden gezeten door de politie. Zij zullen zich dus wel even gedijst houden. Toch blijft het voor politie en justitie vaak lastig ze aan te pakken. Handelaren zijn door de slinkse manier waarop ze opereren vaak jaren actief. En verdienen elk jaar weer samen.